Mag ik meteen na de lunch met Lisa naar de speeltuin? Heb je geen huiswerk? Ja, dat zou ik later doen. Weet je, morgen moeten we een test doen in de sportles op een hoge bar en we moeten allebei nog oefenen, anders krijgen we een slecht cijfer. Wat is een hoge bar? Dat is een gymnastiekoefening op de horizontale balk. Oh! Ja, oké. Je mag gaan, maar niet te lang. Ik ga dan. Doei! Doeg! Hallo Lena. Hallo. Zo, moeten we oefenen? Ja, jij eerst. Oké. Oh, de bar is hier behoorlijk hoog. Ah, ik weet niet zeker of dat gaat lukken. Ik denk dat het te hoog is. Ik zal het proberen. Ah, bijna. Ik heb het bijna gered. Nu jij. We kunnen het. Oh jee, ik kan het niet. Je mag niet opgeven. Kom, ik zal je een beetje helpen. Oeh, yes, cool. Het is gelukt. Nu jij, Lena. Deze keer neem ik meer vaart. Ja, hoera, ik heb het gedaan. Dat lukt morgen vast wel. Ik weet het niet. Het is maar één keer gelukt. Ja, maar ik mag niet zo lang blijven. Ik moet nog steeds mijn huiswerk doen. Maar kom, we gaan nog snel schommelen. Nou, tot morgen. Doei. Kom op. We voetballen tot mevrouw Baler komt. Ja, speel je ook, John? Ja, let op. Oh nee. Oh nee, de bal zit daar vast. Goedemorgen, wat is er aan de hand? Onze voetbal zit daar vast. Oh nee. Lucas, vertel de conciërge alsjeblieft om hem de ladder te halen. Oké. Doe ik. En we zijn al bezig met het opzetten van de bar. Oh, jammer. Ze is het niet vergeten. Zo, ze staat mooi. Lena en Lana, haal alsjeblieft een grote mat voor het onder te leggen. Malte, niet aan de ringen schommelen. Zo, leg de mat neer. Hey, John, niet doen. We kunnen gewond raken. Ja, dat klopt, John. Zo, goed. Hier komt de conciërge. Goedemorgen, waar is de bal? Daarboven. Oké, alsof ik niets anders te doen heb. Dat de kinderen altijd zo hard moeten trappen. Let op. Bedankt. En nu schiet je niet zo hoog. Ik heb echt geen tijd voor dergelijke dingen. Ja, oké. Doei. Ga allemaal in de rij staan. En nu iedereen een swing maken. Lisa, we kunnen het doen, want de bar is veel lager dan in de speeltuin. Heel goed, Sidra. Lara kan dat best goed. Geweldig, Lara. Het is niet zo eenvoudig, hoor. Het is echt gemakkelijk. Goed, John. Dat was goed, Malte, maar de verkeerde oefening, dat was een omgekeerd. Je kunt het later nog een keertje doen. Oh man, ze doen het allemaal zo goed. Nu is jouw beurt, Lena. Kom op, Lena, je kan het. Ja, geweldig. Ja, ik heb het gedaan. Goed zo, Lena. Geweldig, Lena. Oh jee, nu kijkt iedereen toe. Beste, neem ik een goede swing. Oh jee! Oh nee, Lisa! Heb je jezelf pijn gedaan? Nee, het gaat wel. Stop met lachen.
Dat kan iedereen overkomen. Je had gewoon te veel vaart. Probeer het nog een keer, Lisa. Geweldig! Ja, ik heb het gedaan! Dat was niet zo eng. Het is gewoon een beetje oefenen. Ik speel weer voetbal totdat ze allemaal klaar zijn. John, kom alsjeblieft hierheen. Oh nee! Oh-oh! Oh, niet weer! Oh jeetje! En wie mag dit weer melden bij de conciërge? Ik hoop dat je de video leuk vond. Als je de video leuk vond, dan zien wij graag de duimpjes omhoog. En als je zin hebt in meer, dan kan je hierop klikken voor meer video van ons. De familie Huizer. Doeg!